Oké, daar gaan we, jongens. Oh, hij heeft echt superpowers gekregen. Kijk hem, hij heeft een hele andere kleur ook, joh. Jeetje. Yo, Nintendo fans. In de vorige video hebben we Kirby en de Vergeten Wereld uitgespeeld. En nu gaan we eens even kijken of hier nog wat te beleven is. Want het dorpje is helemaal opgebouwd. Zo te zien heeft Elfilin alweer wat te vertellen. Die zegt, toen ik de verbinding tussen onze werelden verbrak, heb ik al mijn kracht opgebruikt. Alles werd zwart. Maar Claudia vond me en hield me in leven. Zo kon ik weer bij je terugkomen, Kirby. Claudia. Maar dat was een eindbaas. Elfilin zegt, dus als ze nu mijn hulp nodig heeft, dan help ik. Oké. Eerst gaan we even een superpower upgraden. Iemand in de comments zei dat deze echt supersterk was. Ik weet niet meer wie het was, maar ik ga naar jou luisteren. Ik hoop dat je gelijk hebt. Laat even weten in de comments wat jij de allerbeste superkracht vindt. En vergeet niet even op dat like knopje te drukken en te abonneren. Ik kan volgens mij echt letterlijk alles nu upgraden. Dat is niet normaal. Zoveel nieuwe dingen. Als je een kracht versterkt, verschijnt en een plus om aan te geven dat de aanvalskracht verhoogd is. Gebruik die extra kracht om lastige bazen te verslaan. De hamer. Let's go! De wilde hamer gaan we ontwikkelen. Wat? Ik ben een prehistorische Kirby geworden. Zo, maar deze ziet er wel echt heel vet uit. Wat een zieke hamer, jongen. Oké, eens even kijken hoe hard hij slaat. Oké, vrij hard. Maar ik moet denk ik mijn kracht gewoon even opladen keer 3 en dan... Blam! Als je hem oplaat, dan sla je echt heel hard. Moet je zien. Bim! Bijna heel zijn HP is weg. Oké, maar ik twijfel eerlijk gezegd wel of dit de allerbeste keuze was. Laat het weten in de reacties, jongens. Ik ben in ieder geval nu de oermens Kirby. We gaan eens even in deze toren klimmen, want kijk, hier is Claudia. En die heeft nu blijkbaar onze hulp nodig. Er is een rift, net als in Fortnite. Het is exact dezelfde rift, volgens mij. We hebben hier gewoon een Fortnite rift. Elfelin die vraagt, denk je dat Leongar daar ergens is? Oh, 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 nee! Nee, het gaat gelijk fout. Yo, wat is dit? Het is helemaal nog niet uitgespeeld volgens mij, joh. Wat zijn dit voor gekke werelden? Elfilin zegt, oh jeetje, dit gevoel. Het voelt precies zoals ik toen de Ultimo Elfilis geabsorbeerd werd. Het zou kunnen dat Leongar na dat grote gevecht op deze vreemde plek vast kwam te zitten. Kom Kirby, dit moeten we verder uitzoeken. Moeten we hier Leongar gaan redden? Is er gewoon nog een extra wereld? Isolatie-eilanden, vergeten dromen. Er is gewoon nog een wereld. Niet. Oké, super cool. Het avontuur is nog niet voorbij. Daar gaan we. Naar de vergetovlakte. Zo, maar deze muziek, jongen. Deze muziek klinkt ook episch. Ik moet blijkbaar 50 zonnetjes of zo verzamelen. Dit zijn hele andere werelden dan wat we tot nu toe gewend zijn, volgens mij. Wow, kijk, daar staan de monkeys. Oh, wacht. Wacht. Dit zijn moeilijkere versies van de werelden die we al gespeeld hebben, volgens mij. Ik herken dit. Dit is gewoon de allereerste wereld, zo te zien. En we moeten dus 50 van die zonnetjes verzamelen. En de... Oh, oké. Eens even kijken. Oh, het is een fragment van Leon's ziel. Wacht eens, is dit een stukje van Leongar's ziel? Nu begint dit duidelijk te worden. Als je nog meer van deze zielfragmenten weet te vinden, kun je hem misschien wel redden. Verzamel deze fragmenten voor Leon's ziel, terwijl je de isolatie-eilanden in vergeten dromen verkent. Oh, maar dit is cool. Deze muziek is zo cool. Alles is cool. Volgens mij is dit moeilijk. Volgens mij is dit een soort van de expert mode van Kirby. Maar dit wapen... Oké, dit wapen is toch wel sterk. Ik hoef iedereen letterlijk één klap te geven. En dan is het gewoon klaar. Hoppakee, nog een zonnetje. We hebben nu 2 zonnetjes verzameld. Bap. Moeten we... Oh, we moeten gewoon denk ik dan al die zonnen weten te vinden. Maar we gaan sowieso wat zonnetjes mislopen, denk ik toch? Dit is nummertje 3. Hè? Maar ik ben benieuwd of er dan 50 zitten verstopt in zo'n wereld. Of dat er dan meer in zitten. Dat ik er bijvoorbeeld ook een paar kan missen. Want ja, 50 is wel heel veel. Zit er hier wat in? Oh, wacht. Ik moet denk ik al deze spijkers inslaan. Nummer 2. Is er nog... Oh, hier op de muur is er nog een spijker. Ja, kijk. En dan nog een zonnetje. Oh my gosh. Oké. Nummertje 4 zit daar. Hoppakee. Oké, de hamer is toch wel chill, jongens. De hamer is toch wel chill. Lekker. Kan ik nu gewoon... Ja, oké. Ik kan hem wel pakken. Ik dacht even, als ik al die kistjes kapot maak, vroeg ik me af of ik nog dat zonnetje kon pakken. Ik blijf het maar zonnetjes noemen, terwijl het letterlijk de ziel van Leongar is. Volgens mij is deze hamer toch wel ziek. Ik hoef letterlijk iedereen gewoon maar één klapje te geven en dan is het gewoon klaar. Oh, toch niet. Oh, hij leeft nog. Nu niet meer. Dag. Oké, maar we moeten nu weer 5 van die stukjes van de Sims gaan zoeken. Ik noem het gewoon even Sims sleuteltjes, denk ik. Ja, en ook wel even alles kapot maken, want hetzelfde geld zit er gewoon ergens wat in of zo. Hier. Op. Bop. Bop. Lekker. Oké, deze kokosnoot ding. Ja, daar zit ook zo'n dingetje in. We gaan lekker, jongens. We gaan lekker. Hoppakee, hier is er nog eentje. Ligt hier achter ook een stukje?
Ja, hè? Ja, kijk. En dan is er... Oh, 3 zonnetjes krijgen we daar zelfs voor. Nice. Ja, let's go, let's go. Hoppakee. We hebben er nu 8. Ja, ik hoop zo dat we alles in 1 keer gaan vinden. Dan is dat gelijk voor jullie ook een fijn tutorial level. Wat? Wat? Wow, wow, wow. Kijk daar. Die guy? Zie je dat? Die guy die schiet andere kogels af. Dit is gewoon een geüpgraded versie van die enemy. Oh, en die heeft een zon bij zich. Aha, oké. Okay, daarom zag jij er zo raar uit. Oh, daar beneden is een knoppie. Kan ik daar gewoon tegenaan vliegen dan? Ja, en dan moet ik weer omhoog. En dan hebben we hier ook weer een stukje van zijn ziel. Nice. Wat is dit voor groot blok? Laten we dit grote blok ook kapot maken. Oh, daar is ook een zon. Ja, top. En daarachter zweven er nog 3. Maar volgens mij... Kwam hier nou een boss battle? Nee, hier kwam geen boss battle. Oh, hier komt nu wel een boss battle. Ik ga kijken. Als ik hem zo keihard sla, deze wilde bonkers. Lekker. Boom. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Rustig. Rustig, rustig, jongen. Rustig. 2, 3. Nee. Oh, ik sla net iets te vroeg. Anders was hij dood. Geef me mijn hamer terug. Geef me mijn hamer terug. Wilde bonker. Hier, ik bonk jou kapot. Wat is de vlots. Krijg ik van jou ook nog zielen van Leonard? Nee, wel een hamer, maar die had ik al. Hier wel 3 zielen van Leonard. Elfilin zegt zo te zien heb je alle fragmenten van Leon's ziel op deze plek al verzameld. Op naar het volgende gebied. Lekker! Ja, nice, 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 nice. De eerste 14 stukjes hebben we. Dan moeten we hier de volgende stukjes gaan vinden. Oh my gosh, maar ja, ik vind dit wapen toch wel lekker hoor. Eerlijk is eerlijk. Hij is toch wel nice. Wat ziek idee. Geef mij de ziel van de leeuw. Hoppa. Oh my gosh. Wat? Eens even kijken of die stukjes hier net zo makkelijk te vinden zijn. Twijfel er nog een beetje aan. Ja, hierboven ligt er 1. Kunnen we dit kapot maken zelf? Dit kunnen we niet zelf kapot maken. We kunnen wel hierboven een trappetje op. En dan kunnen we deze lekker pakken. Kunnen we nu dit wel kapot schieten? Ja, zeker wel. Dan hebben we weer een stukje van Leonard's ziel. Leon. Ik noem hem gewoon Leon, ja. Zo makkelijker. Leon, hier zie ik geen stukjes. Ik heb het gevoel dat ik stukjes begin te missen eigenlijk nu. Ik weet het niet helemaal zeker. Misschien zit hier wel wat in. Nee, er zit een muntje in. Misschien zit hier wel wat in. Ja, kijk, hier zit wel een stukje van zijn ziel in. We zitten nu op 17 stukjes. Gaat helemaal goed komen. Hoop ik. Denk ik. Ga ik vanuit. Hier is een knop. Wat gebeurt er als ik die knop indruk? Dan kan ik hier op. En dan kan ik vanaf hier... Juist. Dan kan ik dit allemaal kapot maken. Kunnen we eruit... Kunnen we zweven. En hebben we hier weer 3 stukjes. Lekker. En dan hebben we hier ook alle stukjes verzameld. Nice, we gaan goed. We gaan heel goed. 21 hebben we nu. Ik kom je ziel redden, Leon. Oh, en ik neem even wat muntjes mee nu ik hier toch ben. Oh, en een geheimpie. Top. Spelen we nu gewoon eigenlijk de hele eerste wereld of zo? Dit zijn wel allemaal levels die we al kennen natuurlijk. Hartstikke vlot. Paddenstoeltje weg. Bommetje kapot. Ja, komt u maar naar beneden. Daar even bommetje slaan. Oh, maar daar... Kan ik... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ik heb bommenpower-up nodig. Nou, misschien niet per se. Misschien kan ik dit ook wel gewoon zo doen. Oh, en ja, kijk. Top. Dan komt dit naar beneden. Dan komt de ziel van Leon naar beneden. Misschien moet ik wel even van power-up wisselen nu. Misschien heb ik toch bommenman nu nodig. We gaan het zien. We gaan het zien of dit handig is. I got the bombs. I got the magic bombs. Let's go. Daar. Ja, daarachter. Ah, kom op, kom. Ik werd bijna geplet. Let's go. We gaan hier naar boven. Oh, waar kom jij vandaan? Yo, waar kwam die opeens vandaan? Die zag ik helemaal niet. Die zweeft zeker boven me. Hier ligt wat. Is dat een stukje dat leidt naar een stukje ziel? Ik moet wel oppassen voor deze bommen. Ja, kijk, daar, nu ligt daar een stukje ziel. Let's go, Curb. Let's go. Hoekje om. Ja, lekker. Hier naartoe. Ja, dan kunnen we hier naartoe. Naar het geheime stukje van dit level. Is hier ook een stukje ziel? Even dit weghalen. Nee, geen stukje ziel, maar wel een emmetje. Altijd lekker. Nou hoop ik dat ik geen stukje ziel gemist heb, maar dat denk ik niet. Volgens mij niet. Nee, we gaan gewoon door. Ik denk dat het goed gaat. Oké, hier moeten we wel even allerlei knopjes indrukken. Maar dat kunnen wij. Knopje 1. En daar knopje 2. Ja, top. En dan daar knopje 3. Oh. 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 Terug. Oh, wacht. Dit moet allemaal op tijd. Oké, 1. Oké, hoe gaan we dit doen? 2? Ah! Kan ik er dan bommen op gooien? Oh ja, dat kan wel. Is misschien makkelijker. Ja, kijk, top. Oké, nice. Ik zat gewoon weer lekker moeilijk te doen.
25 hebben we er nu. We zijn op de helft van het eerste level. Let's go. Dikke hype. Oké, ik ga nu deze kracht even pakken. Gewoon omdat ik de chill vind, denk ik. Nu moeten we gaan rennen. Ja, dat weet ik nog. Dat weet ik nog. Rennen. Misschien was het toch wel handig om een bom te houden. Ik twijfel. Ik laat elke enemy gewoon lekker crushen door deze grote steen. Go. 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 Dop. Dop. Lekker. Ja, 3 bolletjes. Top. Nice. Dat ging ook allemaal warm en net goed, hè? Oh, daaronder zit ook een zonnetje. Zien jullie dat? Of een stukje ziel? Hier. Ik zag hem. Ik heb hem gesniperd. Hoppa. En nu hebben we hier ook alles gepakt. Lekker. Dat was blijkbaar de laatste. Zo, maar die zat wel goed verstopt. Nog 21 te gaan. Ja, dit worden gewoon dikke tutorial video's, hoor. Lekker, man. Kunnen we hier terug? Nee. We zijn nu in het winkelcentrum. Moeten wel even goed opletten dat we de juiste stukjes te pakken. Dat we langs de juiste plekken gaan. Oh, ja, Charizard. Geef mij Charizard terug. I love my Charizard Typhlosion. Krijgen we hier een stukje ziel? Ja, hoor. Ja, hoor. Lekker. En krijgen we dan daar nog een stukje ziel? Oh, ik wil wel alle muntjes pakken. Ja, we gaan niet minder muntjes pakken. We moeten alle muntjes pakken. Let's go. Muntje, muntje. Nee, hier geen stukje ziel. Dan komen we hier terecht. La. Ja, dit kunnen we. Dit kunnen we. Lekker. Ziel, stukje 31. Oké, dit kunnen wij wel. Gewoon eroverheen springen zo. Oh, stukje ziel pakken. Ja, daarachter. Die had ik ook bijna niet gezien, joh. Lekker, man. Hier is ook een stukje ziel. Dan moet ik denk ik even deze bommen weghalen. Ja, oh, zo. Dan moest ik nog snel zijn ook. Anders zou dat stukje ziel er denk ik vanaf plempen. Oké, nice. Nice, nice. We gaan door. Hier is ook nog een stukje. Ja, daar aan de achterkant. Oh, dit... dat vosje dat sprong er gewoon af. Dat dacht ik, laat maar. Ik heb hier geen zin meer in. Ik ga alvast naar huis. Helemaal goed. Even geflambeerde champignon maken. Ook altijd lekker. Zo, en door, en door. Oh, hij heeft ook een stukje ziel. Sowieso. Sowieso, deze monkey. Sowieso. Lekker. Als ze van die donkere ogen hebben, dan hebben ze blijkbaar ook een stukje ziel. Wat is de vlot. Weg met die Charizard. Oké, dit kunnen we. Oh, we moeten wel even goed opletten. Dat wij niet hier alles kapot maken, denk ik. Oh, er zit een trap. Oh. Lucky. Ik wilde echt niet alles kapot maken daar, maar het gebeurde toch. Dat was de derde. Nu hier de vierde. En het rondje compleet maken. En dan gaat waarschijnlijk daar die deur open. Yes. Oh, en er zitten er weer 3. Lekker hoor. Lekker. Ah, dit gaat goed. We hebben hier ook weer alle stukjes verzameld. Helemaal top. Dan kunnen we door naar de volgende stukje. Heerlijk gaat dit. Nog 12 stukjes. Oké, lopen we. Oh, shit. Ik liep zo scheef. Wat zo vlot. Konijntje weg. Hier kunnen we pionnetje worden. Lekker. Wat een idee. Oh, er zit niks. Er zit geen... Oh, ik dacht, er zitten vast wel stukjes ziel. Maar blijkbaar niet. Moet het pionnetje wel even meenemen. Oh. En niet doodgaan. Ik wil hun allemaal kapot maken, maar het lukt niet echt. Oeps. Het was ook echt niet nodig om hun allemaal te slopen, zo te zien. Deze konijnen. Ja, die zijn wel weg. Moeten we denk ik even hier zo naartoe. Moeten we dit kapot maken? Ja. Ja, een stukje ziel. Lekker. Oké, cool. I need healing. Waarom doe ik dit? Waarom deed ik dat? Moeten die allemaal kapot? Die hoeven niet eens allemaal kapot. Ik moet echt even heel voorzichtig gaan doen nu. Ik moet nu echt even focussen. Geef me healing. Geef me healing. Daarboven staat de enemy. Hoe kom ik daar? Ik denk dat ik even mijn pionnetje uit moet doen. Oh, ik kom... Ja. Of moet ik mijn pionnetje houden? Ik ga mijn pionnetje houden. Let's go. Ik denk dat dit met pion ook kan. Oké, hier naartoe. Ja. Hier naartoe. En dan? Ik heb zelfs mijn pionnetje nodig. Want... Hotse flots. Lekker. En healing. Ik ga hun even slopen. Als het lukt tenminste. En die blokjes weghalen. Maak hem kapot. Oh nee. Ik wou helemaal mijn pion niet. Ik vraag me dus een beetje af of ik al deze blokjes elke keer kapot moet maken. En hier beneden? Nee. Ik dacht dat het beneden ook een randje was waar ik op kon. Maar nee. We moeten denk ik gewoon door. Nice. We hebben nog steeds een pionnetje. Die hebben we nodig. Hotsakee. Nice. Daar moeten we ook een dingetje kapot maken. Hier zit sowieso een stukje ziel in. Sowieso. Ja. Oh. Dit lukte net qua timing, omdat ik me nog even inhield. Ja, ik ben toch bang dat ik dit... Dat ik die sterretjes kapot moet maken. Maar weet je, we zien het wel. We gaan wel gewoon door. Misschien hoeft het helemaal niet. Misschien kan het ook gewoon vanaf deze kant. No!
Ik heb mijn pion kwijt. Ik moet mijn pion gaan halen. Gelukkig staat hij hier nog. Ah, kijk uit, joh. Gek. Begint hij opeens weer te vliegen als een malle. Ik gooi mijn pion ervan af. Lekker bezig. Oké, we gaan het wel zien of we al die blokjes weg moeten halen. Ik begin een beetje te denken dat het niet eens hoeft. Hier is een ster. Kan je die ook gewoon in die werelden pakken opeens? Van die power-up sterretjes. Oh, dat is nice. Okay, we moeten hier naar beneden. Ik hoop dat ik dit goed doe. Ja, dat dacht ik al dat het mis was. Oké, gelukkig. Er komen weer blokjes terug. Ik ga gewoon van links naar rechts. Ik denk dat dat een betere optie is. We gaan gewoon eerst deze kapot maken. Dan gaan we zo gewoon naar beneden lopen. Maken we deze kapot. En daar hebben we dus drie stukjes ziel. Nice. Gaan we naar boven. En dan hoop ik dat ik niet word opgeblazen door deze guy. Lekker. Oké, cool. Let's go. En door. Meneertje Bison, kapot. Uitspugen die handel en klimmen. Maar we hebben niet alles nu. We hebben een sterretje gemist. Ergens. Anders zou er wel aangegeven worden dat we alle sterren hebben gevonden. Oké, nou, dan gaan we gewoon even rustig verder zoeken. Let's go. Er moet er ergens nog eentje zijn. Even kijken. Daar is die. Kijk hem hier. Ja hoor, dat was de laatste. Die hadden we dus gemist. Hier naast het reclamebord. Jeetje, die was ook wel sneaky. Nice. Dus je weet het, als je er eentje mist, dan moet je gewoon nog niet naar het volgende gebied gaan. En waarschijnlijk kan je hem dan nog wel ergens vinden. Zodat je niet alles in één keer opnieuw hoeft te doen. Alright, alright. Let's go. Oké, daar gaan we jongens. Oh, hij heeft echt superpowers gekregen. Kijk hem, hij heeft een hele andere kleur ook joh. Jeetje. Pak hem aan. Pak hem aan, die gekke aap. Ja, je kan mij niet pakken, vriend. Je probeert mij te pakken, maar je gaat mij niet pakken. Ja, dan kun je wegspringen. Hè? Dan kun je wegspringen met je bolle asses. Maar ik ga je pakken, vriend. Ja. Let's go. Nee, niet mij vastpakken. Laat me met rust. Jij lelijke psychedel. Oh, je kan ook loskomen. Serieus? Oh, dat wist ik niet eens, joh. Oké, super jumps. En ja, oké, lekker. Er tussendoor getimed. Oké, hij doet nog een jump. Jammer, daar raakte hij me wel mee. Ik had niet verwacht dat hij nog een jump zou doen. Lekker. Oh, niet lekker. Ja, eigenlijk moet ik hem zoveel mogelijk proberen om op de grond te raken. Ja, oké. Doorslaan. Wat ga je doen? Nu ga je niet die draaiding doen, hè? Ja, oké. Dan moet ik... Ja, ik moet wegsliden van je. Als ik... Oh, zieke rotsen en zo. Misschien... Ja, auw! Shit, dikke rots op mijn bakkes. Niet cool. Niet cool, monkey. Niet cool, monkey. Niet mij slaan, vriend. Hou op. Ik wil eigenlijk mijn slag opladen, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor bij deze monkey. Oké, nu komen er twee en dan nu komen er... Ja, zo'n halve. En dan gaat hij nog een jump doen. En nu kan ik hem raken. No! Kom op, Curbs, kom op. Je hebt hem bijna. Je hebt hem bijna. Bijna. Nog een paar klappies. Lekker! Woep, woep, woep. Golosses Phantom is eraan. Ik ga niet liegen. Ik heb hier twee keer over gedaan. Lukte me niet de eerste keer. Maar hier zijn de laatste stukjes ziel. Heerlijk. Hoppakee. Alle stukjes van Leon's ziel uit de eerste wereld hebben we gefixt. En ik vind dit super leuk, want dit brengt gewoon weer wat extra uitdaging. Love it. Hebben we alles? Ja, toch? Ja, toch? Lekker, we hebben alles. En dan krijgen we ook weer één extra ster voor onze upgrades. Dat is ook wel lekker. Series 4 figuurtjes krijg je nu ook. De grote rode panschildpad. Ja, en dan heb je dus zo van alle werelden die we tot nu toe hebben gespeeld. Hebben we dit. 50 stukjes ziel die je moet verzamelen. En uiteindelijk kunnen we, als het goed is, Leon dan gaan redden. Of hoe die leeuw ook heet. Ik noem hem Leon. Hij heet al Leon, toch? Anyways, als je dit vet vindt, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende Nintendo video. Mazzel!